Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe Minecraft Snapshot video. Het is de allereerste officiële Minecraft Snapshot voor 1.20. Ik zal misschien afvragen, maar hè, hebben we er toch al zoveel gehad? Ja en nee, want waar ik op sta, de Armadillo en Wolf Changes, dat was voor 1.20.5. Dus die zijn al lang in de game, voor als je dat niet wist, dat is echt officieel announced en al uit. Dus je kunt het al gaan updaten hier weer al naar 1.20.5 of 0.6, want die is ook al uit omdat er een bugfix was, om dit te gaan spelen in je wereld. Maar natuurlijk hebben we al die andere leuke dingen al lang gezien, zoals de Copper Editions, Tough Editions, de Vault, de Trial Chambers, Spawner en de Heavy Core met al deze items. Die zaten al in de Experimental Features van Minecraft. En niet in de officiële snapshots. Daar moest je dus een datapack voor installeren en activeren eigenlijk, niet installeren. Maar nu zit dat officieel in de game zonder achter een experimental tab. Het is gewoon normaal te vinden nu als je update naar 24W18A. En we hebben flinke nieuwe features. Maar die waren al announced in Bedrock Previews en in andere ways, oftewel Twitter of X, hoe je het ook wil zeggen. We hebben in ieder geval nieuwe paintings. 5 nieuwe paintings van de artiest Sarah Boving, I don't know. We gaan ze allemaal even af. Ik vind ze best wel prachtig. Eentje genaamd Meditate, dat is de kleinste painting van de editions van de nieuwe paintings. We hebben er namelijk 20. Ja, 20. We hebben Baroque, best wel een mooie, met een mooie decorated pot, een cake en een sunflower. Nou, dit lijkt natuurlijk op een poppy. Zelfs eigenlijk op een rose, for some reason. Cool. Dan hebben we Humble, twee enge villagers die met elkaar staan te kijken. Deze is gebaseerd op een painting in real life. Ik weet totaal niet welke. Ik weet niet of die het echt ook Humble heet. Maar wie weet kan je hem opzoeken op internet. Dan hebben we Prairie Ride, oftewel iemand die op een horse zit. Volgens mij die een van de default skins. Lijkt die op. Cool. En dan hebben we de grootste painting van Sarah en dat is Unpacked. Oftewel dat Unpacked icoontje wat je hebt bij bijvoorbeeld een unlisted server, waar dus die server geen icoon heeft, geen plaatje, dan staat unpacked altijd, grayed out. Deze seed is officieel ook gevonden, alweer denk ik een paar jaar geleden. Dus dit is officieel oprecht een Minecraft wereld geweest. Als je hem opzoekt, Minecraft seed unpacked, kun je het vast al vinden. Maar dan is de officiële originele Minecraft painting artiest teruggekomen, genaamd Christopher Zetterstrand. Ik denk hoe je het uitspreekt. Hij heeft er 15 nieuwe. Onder andere ook voor de Minecraft anniversary van 15 jaar. Minecraft bestaat over ongeveer 11, 12 dagen volgens mij alweer. 15 jaar. We hebben als allereerste Backyard. Best wel een mooie painting. Ik moet ook zeggen dat de nieuwere paintings van Christopher zijn een beetje wat donkerder. En hebben een andere feeling dan zijn originele. Maar dat geeft niet, dat geeft niet. Vooral ook Sarah heeft een hele andere stijl. Maar dan hebben we hier een boeket. Oftewel, ja, hier. Boeket en weet ik veel wat er eigenlijk allemaal staat. Het is ook een painting in een painting volgens mij. Die muur is beschilderd met een trap. Dat is wat ik zie. En een moeder met twee kinderen? Of gewoon een moeder of een kind of weet ik veel wat ik zie. Dan hebben we Cave Bird. Ik weet begon niet wat dit is. Ik zie gewoon een rotswand. Het hier misschien de Cave Bird. I guess. Dan hebben we Changing. En dit lijkt echt op een painting van origineel. Van heel veel lang geleden. Alleen ook weer niet. Dat vind ik het grappige eraan. Ik weet ook totaal niet wat ik moet zien. Ik zie bomen. Ik zie vuur. Of niet. I have no clue. Dan hier hebben we Koten. Dat is een painting met een golden apple, half in de schaduw en een glinstering melon op de voorgrond. Vast gebaseerd op een normale painting in real life, maar ik heb geen idee welke. Dan fern, oftewel een fern in een flowerpot met een Minecraft fire flame particle. Dat is grappig, moet ik een beetje denken aan die skull. Die ook allemaal in een vuur zat met die vlammen. Hier hebben we endboss. Ik snap niet waarom die endboss heet. Want ik dacht eerder dat die hier Endboss heet. Dit leek namelijk een beetje op een rare Ender Dragon. Dat was mijn fantasie. Dit zie ik het niet echt. Dit is gewoon meer een soort van
enge keuken, badkamer, ding of zo. Ik weet niet, want dit lijkt een beetje op een checkerpattern vloer. Het beetje gek. Aldo lijkt dit heel erg op een andere figuur van Christopher, namelijk deze. Ja, jij kent hem wel, hè? Ja. Die zit trouwens ook in een andere painting van Christopher uit die oude, oude paintings. Maar ik weet even niet meer welke. Naar wie? Finding. Dit lijkt een beetje op zo'n Romeins-achtig gebied. Pilaren, zuilen. En dat ze dat vinden of zo. Low Mist. Dat lijkt een beetje op, ja. Het lijkt echt op The End. Vraag me niet waarom, maar het lijkt op The End. Met een raar figuur hier. En dan het zijn het schijnbaar ook gewoon mountains met Low Mist. Maar ik zag de Ender Dragon erin. Dan de grootste toevoeging volgens mij. Oh nee, die ook. Nee, dit is de grootste toevoeging van Christopher. Namelijk genaamd Orb. Ja, op zich wel duidelijk. Dit is gewoon een licht orb. Cool, donker, maar sure. Owl Lemons? Nee, niet Owl. Nee, niet Owl Lemons. Owl Emons. Emons. Je ziet een uil, oftewel een uil. En drie vruchten voor mijn gevoel. En die uil zit in een soort van doos of een kist. Passage. Lijkt op een soort van passage van een museum. Je ziet hier iets. Je ziet hier een skelet van een dinosaurier. Door een passage. Fun. I like it. Pond. Nou, een vrouw met een skelet in een pond. Oprecht, meer heb ik er niet over te zeggen. Het is best wel een coole painting trouwens. Best wel, ja, Oostenrijk, Duitslandachtig of zo. Alpenachtig. Dat kan ik beter zeggen. Sunflowers. Hier moet ik gewoon meteen denken aan Vincent van Gogh. Maar is het niet per se. Al vind ik grappig dat deze sunflower zo erg opvalt. En dan als laatste, Tides. Ja, met een, denk iemand, ik dacht bij een cliffside, maar het lijkt nu op meer op een watertje, op een zee. En, of op een zee, dat dit een soort vloot is waar deze gast op zit te janken. Dat waren ze. En dan hebben we nog drie nieuwe music discs. Ik heb ze zelf nog niet gehoord. Ik wil namelijk zo meteen mijn microfoon uitzetten, lekker gaan luisteren met jullie. En dan ga ik het nog over een paar veranderingen hebben en dan is de video afgelopen. Maar laten we ze eventjes bekijken. We hebben namelijk hier als eerste, doe ik deze, genaamd Precipice, I guess. From Aaron Chiroff. Deze kan je vinden, rarely in standard vaults. Oftewel in de trial chambers. Dan hebben we deze. Van Lena Raine, oftewel Othersite, Relic en Pixstep, toch? Ja, als ik Lena intik, dan krijg je deze allemaal. Oh, Relic was niet van haar. Wie was Relic ook alweer? Oh, Aaron. Oh, oké, die heeft dus hier ook wat. Dus Lena Raine Creator, die kun je rarely vinden in Ominous Vaults. En heb je hier Creator Music Box. Ik ben straks echt wel benieuwd wat het verschil is, want ik heb geen idee. Dus de Music Box versie. Rarely in decorated pots in the trial chambers. Oftewel die pots die je dan kan slaan waar soms loot in zit. Dus daar zit deze ook wel eens in. Dus waar liefst drie nieuwe music discs. Zoals je misschien ook weet, geven music discs een soort redstone power af. Al doe je ze in de music box. Jukebox. De precipice, of hoe je die ook uitspreekt, die geeft een output van 13 redstone levels. De Lena Raine Creator, die geeft een eentje af van 12 en de Music Box versie eentje van 11. Deze snapshot heeft een lekkere bug ook daar, dat die saving world blijft staan ofwel dat ik niks kan doen. Oh, ik haat dat zo erg. Het is echt erg de laatste nou ja, alleen dit jaar met snapshots. Oh, daar zijn ze. Maar laten we beginnen met de Aaron Chiroff Precipice te gaan luisteren.
Holy damn, dat was echt een banger. Oh my god. Hij bleef maar doorgaan. Ik dacht, Jezus, deze duurt wel heel erg lang. Maar wow, oké, dit is tot nu toe echt mijn favoriete music disc die in de game zit. Oh, deze was echt heerlijk om naar te luisteren. Het was gewoon af en toe lekker chill, dan weer lekker bouncy, dan weer even lekker headbangy door die rock types. Ah, dat was echt best wel cool. Ja, zeker. Oké. Oké, nu gaan we door naar de normale versie van Creator van Lena Raine. Oké, dat was best wel een geinige. Het begon dat als een beetje zo'n musicbox idee. Dat is zo'n ballerina staat te draaien als je zo'n musicboxje opendoet. Dus ik ben benieuwd inderdaad wat dan de musicbox versie gaat doen. Maar oké. Ik moet zeggen dat ik Pixstep en Onsite toch wel leuker vind van Lena Raine. Maar zeker had deze echt wel een unieke vibe. En het op zich het past wel bij de Trial Chambers. Maar goed, op naar de laatste musicdisc, namelijk genaamd Creator van Lena Raine, maar Music Box Edition. Ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Thank you.
Moet zeggen, we gingen echt van een banger naar wel zo van, oké, cute. Maar dan was het wel, moet zeggen, op zich een leuk approach. Het is grappig. Best wel Minecraft-style-achtig, maar ook weer totaal niet. Dus ik ben best wel benieuwd naar, hopelijk dat deze artiesten terugkomen dan, wat ze in de toekomst zullen maken. Want wauw, deze passen wel alle drie best wel goed bij Minecraft, maar dat op een andere manier. Maar natuurlijk echt die ja, deze. Gewoon echt een banger. En als allerlaatste gaat het hebben we nog over één bepaalde change. En wat allemaal veranderd is in de trial chambers. Ja, weet je, dat maakt me even nu niet zo heel veel uit. Want het is zoveel. Ik cover wel alles in het geheel wat er wel is wanneer de update helemaal uit is. Wat ik niet heb gedaan bij 1.20.5. Maar dan gaan we dat even negeren. Kopper. Je weet wel dat je doors en trapdoors maakte met de blokken op deze manier. Maar nu is dat gewoon met de ingots. Dat is nu gelijk aan iron. Dus dat is fijn. Alleen je kunt dus niet meer die verschillende soorten stages maken met koper. Dit kan ook nog, dus dat is top. Dus wat ik bedoel met die verschillende stages is hier onderaan. Oh, ik bedoel hier onderaan. Dat je bijvoorbeeld de waxed exposed koper door kon maken. Maar, of nee, niet de waxed, maar ik bedoel eigenlijk meer de exposed koper door. Met gewoon inderdaad de exposed koper in een lijntje zo. 6 bij 6, of 3 bij 2. En dan die andere manier van de trapdoor ook. Is helaas niet meer mogelijk. Maar je kunt ze nog wel waxen en zo. En gewoon in de wereld laten staan om te agen. Dat geeft wel iets meer character aan je door. Van, oh mijn god, deze deur heb ik hier gezet. Maar op een gegeven moment gaat hij gewoon langzaam oxidizen. Funny idea. Maar dit was het. Het allergrootste wat eigenlijk announced is afgelopen week. Was de naam van 1.21. Genaamd Tricky Trials. Dat had ik al ongeveer echt een mini stukje in de survival gecoverd. Aflevering 30. Link daarvan staat in de beschrijving, want echt, dat is een banger aflevering. Als je van een goede story houdt, van een prachtig verhaal, van een banger fight aan het einde. Geweldig, kijk maar als je dat graag zou willen zien. Dit was het voor deze week's snapshot. Best wel een grote en ik denk wel dat de 1.21 features nu echt voorbij zijn. Ik had inderdaad nog Music Discs verwacht. Nou ja, niet discs, maar disc. Maar we hebben er nu drie. Nou, top. En een load aan paintings. Dit was het. Ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Minecraft Snapshot. Later, joe. Doei, joe.